Stichting Make a Difference heeft gisteren in samenwerking met Thea Naturals een Umadee georganiseerd. Zij deed dat in de nasleep van de Internationale Dag van de Vrouw op 8 maart. Het thema was zelfbewustzijn. De organisaties hebben gemeend de vrouw in verband met deze dag extra te stimuleren door ze in workshopvorm te trainen. Volgens Denise Sumter, voorzitter van Stichting Make a Difference, is deze extra training van belang omdat de impact van de vrouw in de samenleving groot is. Vanwege haar sociale inslag, vanwege hoe ze in elkaar zit, als zij zich versterkt, dan is meteen haar netwerk versterkt. Dat kan het zijn in de kinderen, in de microwereld, dus in haar gezin, in de mesowereld. De verenigingen waarin ze zit, het werk dat ze doet, maar ook in die grote samenleving. Dan vinden we meteen het multiplier effect daarvan. Ik heb een keer een quote gehoord en het wordt vaak gebruikt bij trainingen over ontwikkeling, vrouwen en ontwikkeling. En die quote zegt, if you educate a man, you educate a person. But if you educate a woman, You educate a nation, dus niet alleen een gezin. En dat komt ook door wat ik net gezegd heb, hè, die sociale inslag van die vrouw. Sumter gaf verder aan dat er verschillende thema's behandeld zouden worden. Enkele waren geld, God, de natuur, het haar, doelgericht leven en geestelijke stabiliteit. We hebben deskundigen gevraagd, Leanda Seldenrust zal het onderdeel geld uitleggen. De psycholoog Rut Abrams, die doet later in de middag mental health. En later op de ochtend, God, hoe versterk je je relatie met God vanuit een zelfzekerheid naar God toe? Want je weet, er zijn allerlei benaderingen hierover en daar zal ze het over hebben. En posture, dat zal gedaan worden door Gaspar Nortan Urdiz, die op dat gebied internationaal furore heeft gemaakt, zeg maar. En zij gaat het daarover hebben van hoe ga je op een zelfzekere manier, hoe is je houding als je spreekt, als je loopt, zodat je die zelfzekerheid kan uitdragen. Denise Sumter, voorzitter van Stichting Make a Difference. Zij sprak gisteren tijdens de Umadee, die in de nasleep van de Internationale Dag van de Vrouw is georganiseerd. De Umadee is gehouden in Majunada aan de Anton Drachtenweg.